Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe Mytopia aflevering. Ik ben Gino en ik wil jullie niets leuks meedelen. Vandaag is er iets leuks gebeurd. In de vorige aflevering, wat je nu een klein stukje in beeld ziet. Ik heb met een vriend een winkel gestart in Rolandia. Had ik met een vriend een bedrijf gestart en wij hadden ook een pand gekocht. Alleen, er is helemaal iets fouts gegaan. Wij dachten dat die baas waar wij dat pand hadden gekocht, dat hij de eigenaar was, zeg maar, van het hele gebeuren. Maar daar zat daarboven nog een baas. Ik ga eerst even... Oh nee, ik heb net al wat gedronken. Ik ga wel wat eten. Maar er is iets niet leuks gebeurd. Er was dus nog een hogere baas. Wij dachten dus dat hij de baas was waar wij het pand hadden gekocht. Maar die hogere baas was er niet mee eens dat wij dat pand hadden gekocht. En dus hij heeft, zeg maar, van ons dat helaas van de plot afgetiefd. Ja, getiefd. Wat zeg ik nou helemaal weer? Dat zeg ik weer helemaal in straattaal. Nee, Gino, hij heeft ons gewoon van de plot afgegooid. Ja, zo ga je dat zeggen. Maar ja, het is niet anders dat hij... dat het zo is gebeurd. En ik wou gewoon een bedrijf. Ik wou jullie gewoon aannemen. Maar het is gewoon niet anders. Klaar, punt. Het is niet anders. Ik vind het heel erg balen. En ik geniet elke keer van dit mooie uitzicht. Ik vind het echt hartstikke mooi, dit mooie uitzicht. Maar ik heb wel iets leuks. Zoals je ziet, bij mijn banksaldo heb ik wel mijn geld teruggekregen. En ik krijg 1000 euro per uur en ik heb zo 50.000. Dus ik heb een nieuw plan bedacht. Vele Mytopia spelers zijn wel werkloos. Net zoals jij, misschien kijk jij wel en ben je werkloos en zoek jij een baan. Want had zeg maar heel veel reacties in de vorige aflevering dat mensen echt bij mij willen werken. Nou, ik heb daar dus een plan op bedacht. Zoals je ziet, nogmaals, op mijn banksaldo heb ik dus bijna 50.000. En daar kan ik wel een leuk plotje van in Rolandia kopen of in een andere stad. Dat moet ik nog even kijken waar het goedkoopst is. Maar wil jij dus een baan? Dan moet je er iets voor doen. Ben jij een actieve speler? Dat hoef je niet echt per se te zijn. Maar heb jij iets minimaal 5.000 op je bank? En wil jij bij mij een baan? Het kan zeker meer zijn, maar dat zal echt altijd helpen, want dan kan eerder het bedrijf starten. Want kijk, ik kan nu al een plot kopen van mijn eigen geld, maar het gebouw moet er nog moet er staan. Sowieso, zo jij hier ziet, allemaal van die mooie gebouwtjes, dat moet er ook bij gebouwd zijn. En dat kost ook allemaal poen. Wil jij dus een baan, dan moet jij hoger of precies 5.000, niet lager, investeren. Ik weet dat het veel is, maar het is ook weer niet te veel om zeg maar denken van ja, dat is echt gewoon te belachelijk veel. Maar dan kan ik er snel komen om een bedrijf zeg maar te gaan starten. En dan krijg jij een baan. En ik ben gewoon van plan om een leuke foodwinkel gaan starten. En misschien kunnen we uitbreiden met meerdere winkels zoals kledingwinkels. Misschien kom ik wel nog op een vet idee. Maar ja, ik wil gewoon jullie helpen voor een baan. En dat lijkt me ook altijd leuks om in de opnames zeg maar mensen te helpen en zo. En wil jij ook zeg maar in de opnames komen? Weet je wat je er moet voor doen? Je moet zeg maar minimaal 5.000 op jouw bank hebben. Meer geven ze altijd welkom. En wat je ervoor terugkrijgt, een leuke baan. Als je gewoon meer geeft, dan nogmaals, ik zeg het echt heel vaak nogmaals. Maar het is gewoon om jullie te helpen voor een baan. En dat is voor mij ook leuk voor de opnames en zo. En om leuk voor te spelen. Dus jij moet gewoon in de reacties plaatsen als jij 5.000 hebt of meer wilt investeren. Dus gewoon hoeveel jij wilt investeren. En zet dan ook je Skype in de reacties. Want dan neem ik met jou contact op. En dan gaan we daar verder praten en zo. Dit en dat. En wat wel heel erg jammer is. Dat maak ik echt super veel vaak mee. Dat veel mensen gaan scammen, zeg maar. Dat je een baan krijgt en dit en dat. En dat vind ik echt gewoon heel erg vies dat mensen doen. En jij gaat waarschijnlijk nu denken van misschien ga ik jou scammen. Nee, dat beloof ik met een erewoord. Ik zweer het. Dat ik jou sowieso niet wil scammen. Want ik wil graag niet in de gevangenis komen. En ik wil jullie gewoon helpen met de baan. En ik wil gewoon toffe video's met jou. Of met jullie gaan opnemen. Dus
Ja, ik vertel het gewoon nog meer. Nog een keer, ik weet het mensen. Zet je Skype naam in de reacties als jij een baan wilt. En jouw, zeg maar, hoeveel je wilt investeren in juist dat gebouwtje. Ik kan er helaas wel nog in. Maar dat gaat sowieso andere keer voor, word ik weggehaald. Maar waarschijnlijk zijn ze te lui of zo. Maar hallo koning. Oh, hij gaat alweer weg voor mij. Aardige mensen hier. Maar dus ik zet dat lekker in de reacties. En ik wil bij deze jullie zo snel mogelijk ontmoeten op Skype. En als jij een baan wilt. En mensen, ik neem wel echt alleen maar mensen aan met investeren. Want dat helpt me echt heel veel. En misschien heb jij wel geluk als we al dat bedrijf hebben en dit en dat en zo. En we zoeken nog wel een paar werknemers. Ik wil gewoon jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Wil jij meer mijn Topia avontuur zien? En wil jij een baan? Zet dan zeker in reacties. En wil jij meer mijn Topia? Drop dan zeker een like op deze video. En ik zeg tegen jullie, later.